haal je het maximale uit je koperen waterfles? Namaste, ik ben Jorik van Spieru en ik help jou om het maximale uit je koperen waterfles te halen. Allereerst is het belangrijk dat je de fles alleen gebruikt voor water en niet voor bijvoorbeeld melk of citrussappen. Zodra je jouw koperen waterfles vult met water, komt er een proces op gang. Het idee is dat het water als het ware de zuivere koper en andere mineralen absorbeert. Men zegt dat het daarnaast ook een zuiverende werking heeft. Nou ja, dat proces dat duurt wel even. Ik laat daarom het water in mijn waterfles altijd een nachtje trekken. Wil je je koperen waterfles schoonmaken? Gebruik dan warm water en een natuurlijk schoonmaakmiddeltje, bijvoorbeeld Marseille zeep. Na een tijdje kan je zowel op als in je koperen waterfles donkere vegen of vlekken zien. Dat is een natuurlijk onderdeel van koper en kan beslist geen kwaad. Geen zorgen dus. Ik hoop dat je nu nog meer aan jouw koperen waterfles hebt. Namaste.